herkenbaar. Extra vroeg opstaan om je autoruiten te krabben. Lokaal was het deze week alweer raak. Dat merkte ook John Vleugel. Hij moest wel zijn autoruiten krabben, maar bovenop zijn balkon, 13 hoog, was het nog 6 graden. Hoe kan dat? Weerplaza legt het je uit. We hebben het allemaal wel eens gelezen, gehoord, gezien. Maar we weten allemaal dat naarmate je hoger komt in de atmosfeer, het steeds kouder wordt. Nou, vaak klopt het ook, maar 's nachts is het juist heel vaak andersom. Zo kan het bijvoorbeeld op je balkon op 13 hoog 6 of misschien wel 10 graden zijn, maar bij je buurman op de onderste verdieping is het een heel stuk kouder. In de meteorologie wordt dit een stralingsinversie genoemd. Dat gebeurt wanneer de grenslaag 's avonds af begint te koelen als de zon ondergaat. Dan verandert de stralingsbalans, dan stabiliseert de boel. Ho! Grenslaag, stabiliseren, stralings, wat? Oh, iets enthousiast. Oude gewoonte, sorry. Ja, het klinkt misschien heel gek, maar lucht laat zich overdag door de zon juist heel slecht opwarmen. In de praktijk zien we altijd dat de zon het aardoppervlak opwarmt en dat vervolgens het aardoppervlak die warmte weer afgeeft aan de lucht er vlak boven. Nou, doordat de lucht vlak boven het aardoppervlak opwarmt, ontstaan er allemaal bellen warme lucht die stijgen op. En naarmate die bellen warme lucht opstijgen, koelen ze ook weer af als ze naar boven gaan. Dan dalen ze weer naar beneden en dat cirkeltje gaat de hele tijd rond, net zo lang als dat de zon het aardoppervlak opwarmt. Nou, door dit proces ontstaat er een luchtlaag van gemiddeld 1 kilometer dik boven ons land. En wij meteorologen noemen die luchtlaag de grenslaag. Wanneer de zon ondergaat, wordt de lucht dus niet meer opgewarmd door het aardoppervlak. De turbulente luchtstromen stoppen, de wind valt weg en de grenslaag komt als het ware tot rust. Lucht is erg slecht in het vasthouden van warmte. Tijdens een windstille, heldere nacht kan lucht sterk afkoelen. Hierdoor ontstaat er een dunne, koude luchtlaag vlak boven het aardoppervlak. Deze kan soms 10 tot maar 30 meter dik zijn. Hoe dichter je bij de grond komt, hoe kouder het dus wordt. Zo komt het dus heel vaak voor dat het vlak boven het aardoppervlak vriest, maar op neushoogte niet. In sommige gevallen kan het dus voorkomen dat de lucht op 100 meter hoogte zelfs 10 graden warmer is dan de lucht vlak boven het aardoppervlak. Dat de temperatuur dus stijgt naarmate je hoger komt, noemen we een inversie. Het kan dus voorkomen dat het vlak boven de grond afkoelt tot rond het vriespunt, terwijl het bij jou boven op je balkonnetje een stuk warmer is. Kortom, het kan zomaar gebeuren dat jij toch je auto eruit moet krabben, ondanks dat het op je balkon ruim boven nul is.